Universiteit van Nederland. Legt uit. Kun je doodgaan aan het drinken van te veel water? Ja, je kan te veel water drinken. Je kan zelfs zoveel water drinken dat je eraan overlijdt. Als je te veel water drinkt, noemen we dat in de volksmond een watervergiftiging. We horen dat nog wel eens over mensen die drugs hebben gebruikt en daardoor te veel water drinken en zelfs komen te overlijden. Er zijn ook wel eens nieuwsberichten over ontgroeningen. Dat studenten zoveel water moeten drinken dat ze in coma raken. Ook bij marathonlopers komt het nog wel eens voor dat ze oververhit raken en daardoor te veel water drinken. Hoe zit het nou precies? Wat gebeurt er in je lijf als je te veel water drinkt? Als je water drinkt, gaat dat niet rechtstreeks door je lichaam naar je blaas. Wat er gebeurt is dat het water eerst via je slokdarm naar je maag gaat, dan doorstroomt naar de darmen en in de darmen wordt het water opgenomen in je bloed. Via het bloed stroomt het water door je lijf naar alle organen. En dat is heel belangrijk, want je organen hebben het hard nodig om hun werk te kunnen doen. Je bloed bestaat voor het grootste deel uit water. Daarnaast bestaat je bloed ook uit zout. En dat is ook heel belangrijk voor de werking van de organen. Water en zout moeten continu met elkaar in balans staan, zodat het lichaam goed zijn werk kan doen. Te weinig water zorgt ervoor dat je te veel zout hebt ten opzichte van het water. Je krijgt dan problemen van uitdroging. Te veel water zorgt ervoor dat er juist te weinig zout is ten opzichte van het vele water. Ook dan komt het lichaam in de problemen. En dat is nou het probleem van een watervergiftiging. Het is niet zozeer het overschot aan water. Het probleem is het relatieve tekort aan zout. In medische termen noemen we een watervergiftiging daarom een hyponatremie. Dat betekent letterlijk een laag natriumgehalte, oftewel zout. De balans tussen water en zout wordt de hele dag in de gaten gehouden door de nieren. Daar heb je er twee van. En die zitten aan de rugzijde achterin je lichaam. De nieren zijn heel belangrijk voor ons lichaam. Ze hebben verschillende functies. De belangrijkste functie is dat ze het bloed zuiveren. Daarmee zorgen ze ervoor dat de afvalstoffen uit het lichaam verdwijnen en dat ze de goede stoffen juist vasthouden in het lichaam. Daarnaast zorgen de nieren ervoor dat het bloed de juiste balans heeft. Als de balans dreigt te verstoren, dan komen ze in actie. Als je veel water drinkt, zorgen de nieren er ook voor dat je veel gaat plassen. Drink je nou weinig water, dan zorgen de nieren ervoor dat je het water vasthoudt. Dan ga je juist heel weinig plassen. Je kan zelf ook aan je urine heel makkelijk zien of je genoeg water drinkt. Is je urine heel geel en donker, dan bevat het vooral veel afvalstoffen en drink je te weinig water. Is je urine mooi helder, dan drink je genoeg water. Als je te veel water drinkt, kunnen je nieren dat niet verwerken. Je nieren kunnen namelijk ongeveer 1 liter water per uur verwerken. Drink je meer water dan dat, dan kun je dat ook niet uitplassen. Als er te veel water is in verhouding tot het zout, dan verplaatst het water zich vanuit het bloed naar de lichaamscellen. Die cellen nemen dan het water op. Hierdoor gaat de verhouding van het water ten opzichte van het zout omlaag. En dat is op zich fijn. Maar het probleem verplaatst zich dan naar een andere plek in het lichaam. Als cellen namelijk water opnemen, zwellen ze op en organen kunnen daar last van krijgen. De belangrijkste organen die daar last van hebben, zijn de longen en de hersenen. Als de cellen in de longen water opnemen en opzwellen, dan kun je kortademig worden. Als de hersenen zwellen, dan gaan ze steeds meer drukken op de schedel, want er is eigenlijk geen ruimte waar ze anders naartoe kunnen. Daardoor komen belangrijke delen van de hersenen in de verdrukking en kunnen ze niet meer goed werken. Dat maakt dat je in de problemen komt. In eerste instantie kan je daar misselijk van worden of wat hoofdpijn krijgen. Dat zijn klachten die je niet direct linkt aan het drinken van te veel water. Als het nog erger wordt, dan kun je ook gaan braken en suffer worden. Dat zijn allemaal uitingen van het feit dat de hersenen het moeilijk hebben. Is het nog erger, dan kun je epileptische aanvallen krijgen, letterlijk kortsluiting in de hersenen. Dit kan leiden tot een coma en helaas zelfs tot de dood. In het dagelijks leven zal je met water drinken niet zo snel in die situatie terechtkomen. Maar er zijn omstandigheden die je gevoeliger maken voor een watervergiftiging. Dat is bijvoorbeeld het geval bij ecstasygebruik. Daar spelen meerdere factoren een rol. Onder andere het feit dat je door ecstasy minder speeksel aanmaakt. Dat maakt dat je meer dorst krijgt en dan ga je weer meer water drinken. Daarnaast ga je door dansen ook veel zweten. Mensen denken nog wel eens dat je met zweet heel veel water kwijtraakt. Maar je raakt juist veel zout kwijt. En dat maakt dat de balans tussen water en zout in het bloed nog meer verstoord raakt. Maar misschien nog wel de belangrijkste factor is dat je een hormoon gaat aanmaken, het ADH. Dit staat voor antidiuretisch hormoon. In makkelijkere termen, antiplashormoon. Dit hormoon zorgt ervoor dat je vocht gaat vasthouden en juist minder gaat plassen.
Normaal gesproken maak je dit hormoon ook aan, maar dan vooral in de nacht, zodat je 's nachts niet of nauwelijks naar de wc hoeft. Maar in het geval van drugsgebruik wordt het hormoon ten onrechte aangemaakt. Want er is al heel veel water in het bloed aanwezig. En dan zorgt het hormoon er ook nog voor dat je minder water gaat uitplassen. Al deze factoren samen zorgen ervoor dat het water in het lichaam zich maar blijft ophopen. En daarom komt watervergiftiging vaker voor bij drugsgebruik. Een watervergiftiging. Wat kun je doen om dit te voorkomen? Simpelweg alert zijn. Wees je ervan bewust dat te veel water drinken niet zonder risico is. Het advies is daarom, als je dorst voelt, drink dan wat. Maar overdrijf het niet. 1,5 tot 2 liter water is over het algemeen voldoende. Een huis vol met stof is een eeuwige strijd. Ik ben Heliante en in de volgende aflevering ga ik je vertellen waarom je huis stoffig wordt.